Ben je nu al met de kerstperiode bezig? Ja, we zijn een filmpje te opnemen om wat uitleg te geven over de wensboomactie. Oh, oké. Okay. Ja. Wensboomactie? Wat is dat? Zeg je anders, dan zal ik het even uitleggen. Oké. Okay. Wat is de wensboomactie, Sifra? Saskia, de kerstperiode komt er weer aan, hè? Maar Sifra, je weet toch dat kerstperiode niet voor iedereen even leuk is, hè? Ja, dat klopt, Saskia. En daarom organiseren wij met dienst welzijn de wensboomactie. Wat gaan jullie dan precies doen? Dus de bedoeling is eigenlijk dat alle kinderen die daarvoor in aanmerking komen, een brief krijgen. En daarop kunnen ze ook hun wens, wat ze graag willen voor kerstmis, daarop schrijven. Als ik het goed begrepen heb, en ik ben een kindje en ik wil graag een poppetje of zo, dan kan ik mijn naam erop schrijven en schrijven dat ik een poppetje ben. Ja, inderdaad. Oh, fijn. Alle mensen worden dan verzameld en anoniem in een heel grote kerstboom hangen hier in de diep. Oh ja. Zal ik alles even meenemen? Ja, graag. Oei, Sifra, dat is wel een hele kleine boom. Ja, het is wel de bedoeling dat hier een grote kerstboom komt te staan. En iedereen kan van 2 november tot 12 december een wens uit de wensboom komen halen. Hebben jullie nog vragen? Dan kunnen jullie altijd terecht bij Sas van de Buurt. Of Sifra van het OCMW. En we hopen dit jaar dat alle kinderen een hele fijne kerst mogen vieren.